In deze video gaan we het hebben over totalitaire systemen. We gaan kijken naar het in de praktijk brengen van totalitaire ideologieën. En dan pakken we er twee in het bijzonder uit die in de eerste helft van de 20e eeuw opkwamen na de Eerste Wereldoorlog, het communisme en het nationaal socialisme. We gaan kijken naar het bestuur van het land. We gaan het dus hebben over politiek. Maar eerst even naar dat totalitair en naar dat ideologie, want dat staat dus eigenlijk centraal in dat kenmerkend aspect. Totalitaire ideologieën. Wat zijn dat? Nou, even apart bekijken. Totalitair, dat wil zeggen dat er een politiek systeem is dat een totale controle van de maatschappij nastreeft, inclusief het denken en voelen van alle mensen. Oftewel, simpeler gezegd, iedere inwoner van zo'n staat, die totalitair is, die moet eigenlijk doen wat de staat, de leider van die staat, wil. Er is dus geen individuele vrijheid. Hoe ziet dat eruit? Nou, de totalitaire staten zijn vaak staten waarbij er maar één partij is toegestaan die de leiding heeft en die heeft dan één sterke leider, één voorbeeld voor de rest van de bevolking. En zijn wil is wet, want zijn eigenlijk altijd man, het is nooit haar wil is wet. En die partij heeft dus controle over de bevolking. Hoe doen ze dat dan precies? Nou ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Aan de ene kant moet je er als partij en als leider dus voor zorgen dat de bevolking jouw ideeën aan gaat hangen en dat ze andere ideeën afwijzen. Nou, dat doe je door middel van propaganda en door middel van censuur. Komen we later ook nog wel terug in aparte video's, zeker als het gaat om propaganda. Maar propaganda wil eigenlijk zeggen reclame maken voor je eigen ideeën. Je kunt dus zeggen, mijn ideeën zijn goed en de ideeën van de tegenstander die zijn slecht. En censuur, dat wil zeggen dat je andere meningen of bepaalde ideeën, dat je die verbiedt, dat je die uit de media haalt. Dat is één kant om de mensen te beïnvloeden. Maar goed, dan zijn er nog altijd mensen die misschien niet willen luisteren, die anders denken. En die misschien wel zich tegen je verzetten. Nou, dan komt onderdrukking om de hoek kijken. Je kunt mensen die zich verzetten, kun je opsluiten. Je kunt ze bedreigen. Je kunt ze zelfs doodschieten. Dat is onderdrukking. En bij totalitaire staten gebeurt dat dus. De bevolking wordt onder totale controle gehouden door de staat. En de bevolking moet dus ook denken en doen zoals de staat dat wil. Nogmaals, er is geen individuele vrijheid. Dan dat woord ideologie. Wat is dat dan precies? Ja, daar zit het woord idee in, maar een ideologie is eigenlijk nog iets groter dan een idee. Het is een verzameling van ideeën, een verzameling van opvattingen. En dan vooral opvattingen over de maatschappij, over de samenleving. Ideologieën die zeggen vaak van nou, zo zit de maatschappij op dit moment in elkaar, maar dit is zoals die in elkaar zou moeten zitten. Hier moeten we met z'n allen naartoe. Oké, dan zijn er dus twee totalitaire ideologieën die in de 20e eeuw, in tijdvak 9 in ieder geval, een heel belangrijke rol spelen. Het communisme en het nationaal socialisme. Daar gaan we eens even naar kijken. Dan beginnen we met het communisme. En dat communisme, dat hebben we al eerder gezien, namelijk toen het ging over politiek-maatschappelijke stromingen. Dat communisme is een afgeleide of een variant van het socialisme. Wat houdt communisme nu precies in? Nou ja, dat is bedacht door deze man, Karl Marx. En als we een definitie zouden moeten geven, een korte van het communisme, komt die hierop neer. Een politieke stroming met als voornaamste streven gelijkwaardigheid en gemeenschappelijk bezit. Dat is dus de ideologie van dat communisme. Hey, hier moeten wij als maatschappij naartoe. Er moet gelijkwaardigheid zijn tussen mensen en er moet gemeenschappelijk bezit zijn. De productiemiddelen, bijvoorbeeld de landbouwgrond of de fabrieken of de machines die in die fabrieken staan, die moeten van de gemeenschap zijn. Die mogen niet in particuliere handen zijn. Dat is wat communisme zegt. We gaan even verder op Karl Marx en theorie, want hoe zit dat dan precies? Nou ja, Karl Marx gaat eigenlijk in verschillende fasen naar dat communisme toe. Ik ga er even heel snel doorheen hoor. Hij onderscheidt deze fases, kapitalisme, socialisme en dan uiteindelijk communisme. In de kapitalistische fase, die Marx zag toen hij halverwege die 19e eeuw leefde, toen dus die hele industriële samenleving opkwam, in die kapitalistische fase is er een kleine overheid. Een overheid dus die heel liberaal is, die zich eigenlijk zo min mogelijk bemoeit met de samenleving, met de maatschappij. Vandaar klein. Ze doen niet zo heel veel. En de productiemiddelen, nogmaals landbouwgrond of de fabrieken of iets dergelijks, die zijn dus in particuliere handen. Dat is privébezit. Hoe ziet dat eruit? Nou, wat zag Marx gebeuren? Dan heb je dus zoiets. Hier heb je hier een fabriek met één eigenaar en daar werken een aantal mensen in die fabriek. Nou, er wordt geld verdiend in die fabriek en die eigenaar die geeft die mensen loon. Maar je ziet de verdeling al, en die zag Marx ook, die eigenaar die verdient veel meer aan het werk van die arbeiders dan dat die arbeiders er zelf aan verdienen. En met die winst kan hij zijn bedrijf uitbreiden, kan hij nog meer winst maken, maar goed, hij wordt rijker, terwijl die arbeiders,
het eigenlijk niet beter krijgen. Sterker nog, die krijgt het misschien wel slechter. Dat was wat Marx in die 19e eeuw zag gebeuren. En Marx voorspelde dat er uiteindelijk een opstand zou komen, een revolutie waarbij die arbeiders het niet meer zouden pikken dat die kloof tussen arm en rijk steeds groter aan het worden was. En door die revolutie, door die opstand van die arbeiders, van het proletariaat, zou men in de socialistische fase terechtkomen. Waarbij de macht over wordt genomen door die arbeiders, die wordt nog steeds geleid door een overheid, maar die overheid gaat er nu voor zorgen dat die productiemiddelen, dat die opnieuw verdeeld worden. En dat betekent dat er misschien nog wel particuliere fabrieken zijn in handen van één iemand, maar misschien zijn er dan ook al wel fabrieken die in handen zijn van de overheid, van de staat of van groepen arbeiders. Het zou allemaal kunnen. Uiteindelijk zou dit een soort tussenfase moeten zijn, die van het socialisme, want uiteindelijk zou men naar het communisme toe moeten. Die overheid moet er in die socialistische fase alleen maar voor zorgen dat men uiteindelijk voor wordt bereid, de hele bevolking, arm, rijk, jong, oud, op die communistische fase. En daarbij is er sprake van geen overheid. Die is gewoon weg. Dat is niet meer nodig, zegt Marx. Want alle productiemiddelen die zijn van iedereen. Er is namelijk een klassenloze samenleving ontstaan. Met gemeenschappelijk bezit van die productiemiddelen dus. Dat ziet er zo uit. Al die productiemiddelen die zijn in handen van iedereen. En iedereen is dus even rijk. Iedereen deelt de welvaart met elkaar. Dat is de theorie van Marx. De theorie van het communisme. Nogmaals, dit is heel kort. Maar dan heb je in ieder geval een idee. Op zich zou je zeggen, is er met dit idee misschien niet eens zoveel heel veel mis met deze ideologie. Iedereen gelijkwaardig aan elkaar. Nou, dat klinkt niet eens verkeerd. Maar communisme heeft wel een heel slechte naam. Hoe komt dat? Nou, dat komt door de manier waarop het communisme in de Sovjet-Unie in de praktijk werd gebracht. Hier hebben we even dus die theorie van Marx. Nu naar die Sovjet-Unie, die vanaf 1921 een eenpartijstaat werd zonder individuele vrijheid. Een totalitaire status. Steeds meer in ieder geval, daar ging het echt naartoe. De leiders van die Sovjet-Unie, de eerste leider was Lenin en de tweede leider was Stalin. Die volgde hem uiteindelijk op na een partijstrijd nadat Lenin was gestorven. En zij legden eigenlijk de basis voor die totalitaire staat, want daar hebben we het hier nog steeds over, totalitaire systemen. Hoe zag dat er dan uit in die Sovjet-Unie onder leiding van Lenin en zeker onder leiding van Stalin? Waarom was het dan totalitair? Nou, het was dus nog maar één partij toegestaan, die communistische partij. En die communistische partij die leidde de economie. Er kwam zoiets als die socialistische fase van Karl Marx. De overheid ging de productiemiddelen herverdelen. Er kwamen gemeenschappelijke boerenbedrijven. Allerlei fabrieken kwamen in staatshanden. De economie werd dus bepaald door de staat. En privébezit van productiemiddelen was niet meer toegestaan. Dat is dus ook een beperking van individuele vrijheid. Daarnaast maakten Lenin en Stalin, die communistische partij, heel veel gebruik van propaganda om de bevolking te overtuigen van het feit dat de manier waarop het er nu aan toe ging in de Sovjet-Unie, dat dat goed was. Dat Stalin bijvoorbeeld een hele goede vader was voor kinderen en dus ook symbolisch een hele goede vader was voor het vaderland, voor de Sovjet-Unie als geheel. Censuur kwam heel veel voor. Deze foto's zijn heel erg beroemd. Hier zien we Stalin staan met een aantal mensen om zich heen en de originele foto zien we boven. Maar de man die we rechts op de foto zien, die is op de onderste foto verdwenen. Dat kwam omdat hij zich uiteindelijk tegen Stalin keerde. Of eigenlijk dat niet eens is, maar Stalin was niet helemaal eens met zijn opvattingen. En dan wordt hij dus gewoon verwijderd uit de boeken. Andere meningen, dissidente meningen, die worden gecensureerd. Die worden weggehaald uit de media. Zodat je alleen maar de waarheid van de communistische partij en van Stalin kreeg te horen. En ja, dan zijn er ook nog mensen die toch verzet bleven plegen of die het niet eens waren of die verdacht waren in de ogen van de communistische partij. En die werden dus heel erg onderdrukt. Heel berucht waren de werkkampen in Siberië van de zogenaamde Gulag-archipel, waar tegenstanders van het regime of mensen die zich verdacht hadden gemaakt in de ogen van het regime naartoe werden gestuurd. En zo zie je dus dat die laatste communistische fase, zoals Marx hem had voorspeld, er nooit echt is gekomen. En daarom heeft dat communisme ook een slechte naam gekregen. Maar goed, het was eigenlijk niet eens meer communistisch, het was gewoon vooral totalitair. Geen individuele vrijheid, de staat die bepaalde en was je het niet met die staat eens, nou dan had je pech, want dan kon je onderdrukt worden. Dat andere totalitaire systeem waar we naar gaan kijken is het nationaal socialisme. En dan moeten we aan één man denken, Adolf Hitler. Wat is het nationaal socialisme? Ja, dat is eigenlijk een politieke stroming die een combinatie vormt van het fascisme en het antisemitisme.
zijn allebei ook weer begrippen. En daar ga ik even op in, zodat we uiteindelijk ook een beeld hebben van dat nationaalsocialisme, die nazi-ideologie van Adolf Hitler en zijn partij. Hitler komt in 1933 aan de macht in Duitsland. Andere partijen worden steeds meer buitenspel gezet en Duitsland wordt ook een eenpartijstaat, waarbij Hitler dus de grote sterke leider is. Nou, dat fascisme, wat houdt dat in? Het is extreem nationalistisch en het is dus ook vooral heel erg totalitair. In Italië zagen we het al eerder opkomen onder leiding van Mussolini. Dat was ook het grote voorbeeld van Hitler. Mussolini streed voor een sterk Italië na de Eerste Wereldoorlog. Dat was heel erg chaotisch Italië na de Eerste Wereldoorlog. En hij wilde weer een groot sterk land van maken. En daarbij werden ook bepaalde vrijheden van de bevolking toch wel ernstig geschonden. Hij gebruikte ook heel veel geweld tegen tegenstanders. Nou, Hitler die neemt dat idee van dat fascisme over. En wat was het doel van Hitler? Nou ja, hij wilde uiteindelijk die levensruim voor het Duitse volk. Hij wilde een groot Duitsland waar alle mensen die bij het Duitse volk hoorden samen konden leven. En hier zien we een kaart uit een oud schoolboek uit de jaren 30, waar die levensruim werd voorgesteld. Net zoals Mussolini dus een groot sterk Italië wilde, wilde Hitler eigenlijk gewoon een groot en sterk Duitsland. Extreem nationalistisch dus. Daarnaast was er ook in Duitsland sprake van heel veel propaganda. Hier zien wij eigenlijk eenzelfde soort poster als dat we net bij Stalin zagen. Hitler die goed voor de kinderen zorgt. En Hitler die zo goed voor de toekomst zorgt. En Hitler die dus eigenlijk ook gewoon een goede vader is voor Duitsland. Voor die Duitse bevolking. Ook in Duitsland was er sprake van censuur. Hier zien we een heel beroemde gebeurtenis, namelijk de boekverbranding in Berlijn. Waarbij allerlei boeken werden verbrand met ideeën erin die tegen die ideeën van de nazi's ingingen. En daarnaast zien we ook dat er in Duitsland sprake is van onderdrukking van de bevolking. Hier zien we een foto uit Amsterdam, waar een razzia plaatsvindt in de jaren 40 als Amsterdam bezet is. En daar is dus ook sprake van onderdrukking. En dan komen we ook meteen bij dat tweede ding terecht, dat antisemitisme, vijandigheid tegen de Joden. Want de mannen die we hier allemaal gebukt zien op de grond, op hun knieën zien op de grond, die zijn allemaal van Joodse afkomst. En dat is dus een voorbeeld van antisemitisme, waar we uiteindelijk bij een ander kenmerkend aspect, namelijk dat over de genocide, verder op in zullen gaan. Maar voor nu heb je even een beeld van totalitaire systemen die controle proberen te houden over de hele bevolking.